namens FMV Het Twentse Ros, Katie van der Bigelaar. Vertrokken in deze B-finale, promotieklasse dames. En is het dan die dame op haar thuisbaan die zo meteen de meeste punten in deze B-finale gaat opwijzen? Het lijkt er wel een beetje op. Roosje van der inderdaad goed vertrokken. Katie van der Bigelaar dus op een logische tweede plek. Zo langzamerhand het zonnetje ook begint door te komen hier voor de finales. Hebben we dus inderdaad vandaag de 29 finale ritten te verrijden, waarvan dit dus de eerste is. Die B-finale in de promotieklasse dames. Eerste plek, dus vooralsnog nog steeds voor die dame uit Amersfoort. Roos van den Nummen is hier goed op weg. Komt misschien nog een aanmoediging daar hoor. Want die dame van het Twentse Ros komt inderdaad wel heel dicht bij elkaar. En dan hoort het op die finishlijn toch nog even heel erg spannend. Maar lijkt het echt nog wel Amersfoort te zijn met Roos van den Nummen.